Weet je wat het offerfeest inhoudt? Volgens mij denk ik dat moslimgezinnen dan het schaap slachten. Ja, een soort slachtfeest, schapenfeest. Nee, niet echt. Volgens mij is het het einde van Ramadan. Ik had vroeger een vriendin en zij deed daaraan mee en haar handen waren dan vol met henna. En er werd denk ik een schaap geofferd. Of je kan ook aan arme mensen de geld geven. Vasten of zo? Vieren ze het vasten of... Ja, zoiets. Ik weet het echt niet. Volgens mij was het dat ooit zeg maar, er een profeet was, Abraham, die zijn zoon moest offeren. Maar omdat het niet hoefde, zoiets dat ze hem daarvoor God danken. Wat vind je van het offerfeest? Hey. Ja, is goed. Alleen ik vind het zo jammer dat ze elke jaar in Mekka 300-400 mensen doodgaan. Alleen om te kunnen bidden. Ik vind het wel mooi dat dat wordt herdacht. Ik vind het een beetje onduidelijk eigenlijk. Ja, als ze wat meer ervan zou weten, zou ik ook weten wat de bedoeling van is. Ik weet dat het iets belangrijk was voor haar, een traditiefeest. Ze kreeg ook vrij van school. Dus ik denk dat het voor de mensen die eraan meedoen heel belangrijk is. Maar voor buitenstaanders vrij onbekend. Ik vind het, als het bij je cultuur past, dan moet iedereen het vinden kunnen, vind ik. Ik bedoel, ik zou zelf nooit fysiek een schaap willen slachten of zo. Maar als dat bij je geloof past en bij je cultuur hoort, dan vind ik er niks mis mee. Ik eigenlijk weet dat er veel dieren ook worden opgeofferd. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Maar ik denk dat ik hou wel van tradities. Dus voor mij is het zeker iets gelijk als een traditie dat voor mij een goed teken is van een cultuur. Voor de rest is het een heel goed feest voor de moslims.